Ik ben net aangekomen op Koh Lanta. Het is echt super rustig en heel groen. Echt een super verschil met waar ik vandaan kom. In ieder geval qua drukte. Ik hoor echt vogels. En ja, laten we eens even kijken waar de receptie is. Everybody's into Ripple, cryptocurrency! One question, please. Is your money that good? I don't know, man. Will it buy you forgiveness? Okay, booking.com and alle hostels daar een nieuw goed idee. You have to choose between a 4-mix bedroom or a female bedroom or a male bedroom. And we want a hot or cold bedroom. Why we can't choose that? For the cold room. Cold room. And you? From China? Hot room. Hot room. Hot room. In my room is freezing. It's very cold. No, we need air conditioning. It's good. It's very cold. Tashun was sleeping like this. Fresh? Absolutely. Yeah, it's very fresh coconut. You definitely need to try it. Dames en heren, dit is nou Long Beach, een super relaxed strand midden op het eiland Koh Lanta. Het is zo prachtig hier. Mijn eerste rustdagje vandaag in Koh Lanta. Ik ben met de twee jongens waarmee ik ook geluncht heb. En twee Argentijnse dames die we ontmoet hebben, super gezellig. Het is echt lekker genieten. Heel friet ingesmeerd, een paar minuutjes en gelijk goed rood. Maar ja. Dit zijn de consequenties. We zijn net opgehaald om naar kooklesje te gaan vandaag. Super benieuwd wat voor lekkere dingen kunnen gaan maken. Ik zou zeggen, hou het in de gaten, want je gaat hele lekkere dingen zien. Word je vol. Okay, everyone's so ready, huh? So, welcome to Tham Phu Lam Bootcamp. This is Mr. Ramsey at the boot camp. Call me Ramsey. I'm 100% Thai, but I don't eat spicy. And this is my secret. If you tell anyone, especially my mom, they will put me in a museum. Curry paste, the red curry paste. Today we need chili. It's red. It's getting better. Huh? How do you say I love you in your language? Oh, you're supposed to say it to Noi. Okay, big fire. One, two, go! Whoa! Whoa. The biggest fire! Making tonkatsu, very nice. Now wait, please. Ben! No, look. What are you doing? Play a game. Really? The Chinese game. Yeah. It's very funny. Yeah. You don't want to sleep? Yeah, I'm going to sleep now. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Hello guys, I'm here with Tashun. I made some food by the cooking class, and we're gonna try to find a restaurant that wants to warm it up. Maybe you can buy some drinks and yeah, we just order some drinks in there and then you can eat this cooking. Okay. It's delicious, right? Yeah, it is. Let's find it out. I asked them where they are put our food. Maybe they are put our food in the fridge or in the trash. But no, they are put in the kitchen. They warm it up. It's coming soon. No. We made it with love. Looks good? Yeah, looks good. Only these? I suppose we have many. Ik ben al uiteraard al begonnen met eten voordat ik een foto heb gemaakt. Dus een foto voor nu. Maar het is ons gelukt. We hebben ons eten kunnen laten opwarmen in het restaurant. We zijn nu lekker aan het eten. Oké.
Okay. Enjoy. Enjoy. Yes. Wow. Wow, the hips. Look at the hips. What? So met Rocio. Hola. It's a video. Of course. Only people from the Netherlands can do this. Wearing flip-flops in the jungle. Oké, we hebben net gehoord dat er een 3 meter grote cobra of een python in deze jungle is. Ietsje verder voor ons. We hebben geen idee waar die is. Ergens aan de zijkant. Maar we zijn allemaal in ons broek aan het poepen. Snake! So scary! So scary! Come on, Argentina! Oh, om eerlijk te zijn schijt ik hem ook een beetje in broek, zeg. Halleluja. 3 meter lange python. Dus er gingen een paar dingen door ons hoofd. Moeten we nu googlen what to do when you see a python? Run or make noise? We don't know. Geen nare shit, dude. Oh, what? China! What? I still can't believe that this was the first time that she was doing this. Of course not. We gaan dit mooie strand alweer verlaten. We worden over een half uurtje als het goed is opgehaald. We gaan even snel ontbijten. Maar het is altijd maar weer de vraag of die mensen hier je op tijd ophalen, want tot nu toe is het nog in één keer gelukt, maar wie weet vandaag. We zijn alweer aangekomen bij de boot. Hij was maar 15 minuutjes te laat, de chauffeur viel reuze mee. Dit is de speedboot waarmee we zullen gaan. Als het goed is doet de boot er 3 uurtjes over en dan zijn we op het tweede eilandje, Koh Lipo. Wordt vervolgd.